Het plagiaat was al eerder plaatsgevonden. Ja. Wat leren we veel, hè, persoonlijk. De volgende spreker is iemand uit de buurt, een vrouw. En een vriendin van Sander uit de buurt, Dorothee Keizer. Na de wekelijkse boodschappen gisteren bij de Albert Heijn heb ik de kersteditie van de Allehanden meegenomen. En bij het doorbladeren valt mijn oog op dit recept. Konijn op z'n Limburgs. En ik denk, dit kan geen toeval zijn. Ik ben Dorothee en ik was een konijn van Sander. Sander kon een vervelende pestkop zijn die mensen met dogeloos tot op het bot kon beledigen. Veel mensen zullen hem zo hebben ervaren en zo over hem denken. Ik niet. Sander was een rare vogel, maar wel een hele lieve, in ieder geval voor mij. Ik was een konijn van Sander. Eigenlijk vond hij iedereen maar een beetje raar, vreemd, anders, gemeten aan zijn Sander-maatstaf dan, hè. Tegen mij heeft hij dat nooit zo gezegd. Maar ja, hoe stom ben je als je 5 dagen in de week van 9 tot 6 op een kantoor zit te werken voor een salaris waar hij niet eens een dag voor zijn bed was uitgekomen. Ik was een konijn van Sander en ik was dol op hem. Naar mij toe was hij nooit vervelend. En dat maakt het misschien ook wel makkelijk om aardig over hem te praten. Bot was hij wel. Maar hij accepteerde als ik tegen hem zei dat het nu wel genoeg was. Hij bleef voortdurend de grens opzoeken, maar bij mij ging het nooit zo ver dat hij mij kwetste. Ik was een konijn van Sander. Ik herinner me vooral graag zijn binnenpret, de twinkel in zijn ogen, als hij weer had gescoord, good or bad. Als er maar een reactie was op zijn uitspraken, dan was hij blij, bingo. Dan kon hij weer over op de orde van zijn dag. Ik herinner me een etentje ter ere van onze verjaardagen afgelopen april, restaurant Le Petit Latin. De kok, Annex-eigenaar, komt bij onze tafel en vertelt het menu van de avond. En nog steeds zie ik het stille plezier van Sander nadat ik gekozen heb voor, uiteraard, het konijn als hoofdgerecht. Ik was een konijn van Sander. Afgelopen september heeft hij nog bij ons thuis gegeten, samen met Robert. Eindelijk, de afspraak stond en ja hoor, konijn stond op het menu. Een heer kwam ons huis binnen. Niet vilijn, niet gemeen. Ik zie hem nog zo zitten in ons fortuin. Een heer. En dat is ook voor het grootste deel wat ik mij van hem herinner, of misschien wel wil herinneren. De heer met een goede opvoeding, die zich wist te gedragen als het zo hoorde, maar die voortdurend de enorme behoefte voelde om daar tegenin te gaan. Het is mij vaak gelukt om Sander op zijn plaats te zetten. Ik kon hem grenzen stellen. Ik kon tegen hem zeggen, nu ga je te ver. Hou op, dat flik je me niet, nu is het klaar. En waarom? Omdat ik wist dat hij me mocht, dol op me was, juist om het feit dat ik zo tegen hem sprak. Ik was een konijn van Sander. Hij beweerde een Aston Martin te hebben. Daar zouden we nog een keer samen mee op reis gaan. Eerst naar Zitter, want dat ken ik niet. En vervolgens zouden we met z'n tweeën gas geven. Sterker nog, ik was diegene die gas mocht geven. En omdat hij dat nog in Nederland, nog in België mag doen, zouden we zelfs de grens overgaan naar Duitsland. En ik mocht rijden. En weer het plezier van Sander. De krullenbol met een glimlach in zijn ogen, die alleen al van de gedachten kon genieten. En uiteraard, Rick mocht niet mee, hè? Ik was een konijn van Sander en ik zal nooit meer een konijnbout kunnen berijden zonder aan hem te denken. Maar boven dat al, ik mis hem. Ik mis het hem tegen te komen op weg naar mijn werk, of op zaterdag op een terrasje, of onverwachts in Kalkhoven, omdat ik daar zit en hij mij al langslopend daar ziet zitten, naast me komt zitten, met die prette oogjes. En wat ik nog het ergst vind, of wat mij nog het meest stoort, is, ik heb het allemaal als vanzelfsprekend aangenomen en ik heb nooit tegen hem gezegd hoe fijn ik het vond dat hij er was. Maar aan de andere kant, als ik dat had gedaan, had hij daar ongetwijfeld de draak mee moeten steken. Ik was een konijn van Sander en ik vind dat een hele fijne herinnering.
Dankjewel, Dorothee. En heb je het nou een keer klaargemaakt, konijn op zijn Limburgs, of niet? Nee, nog niet op zijn Limburgs, maar ik heb wel konijnen. Ja, goed klaargemaakt konijn, nooit verkeerd. Daarover gesproken, gaan we nog even luisteren naar een quote van Sander, maar niet voordat ik een glas witte wijn heb besteld. Dat is het voordeel van hier staan. Een glas witte wijn gaat dan. En dan gaan we quote 12 doen. Nee, 13. Over Jeanne Calment. Jeanne Calment was de oudste vrouw ter wereld, die woonde in Frankrijk. Sander had daar een rare obsessie mee, dat vertelde hij heel vaak over. Die vrouw is 121 geworden. En dit was een van zijn favoriete anekdotes over haar. Ja, maar het is toch allemaal radiokles, hoe in het kwadraat. En god, joh, dat bedoel ik over bemoeienis, daar word je gewoon helemaal gek van. Ik wil trouwens nog even terug naar onze Jeanne Calment. Die werd op de laatste levensjaar van 121 gefotografeerd door een vrij jonge fotojournaliste. En die zei, nou mevrouwtje, op uw leeftijd heb ik ongekend bij de rimpels. En toen zei ze, dat klopt, de enige rimpel die ik bezit, daar zit ik op. Nou, zo was Sander. Dank en muziek, tot zo.